De natuur in de Albras zit vol wonderen. Een daarvan is deze vlinder, de gehakkelde Aurelia. Tijdens de Flora-fauna-telling zijn vooral nieuwe plantensoorten ontdekt. Maar de meest bijzondere vondst is die van een nachtvlinder. Ja, dat is de linde Valmot. Dat klinkt niet heel spectaculair, hè? Nee ja, het is een klein nachtvlindertje van 3 mm groot ongeveer. Uh, ziet er wel overigens als je in detail naar kijkt, heel mooi uit. Qua uh, bijzonderheid was het wel pas de derde waarneming ooit in Nederland. Samen met tientallen andere natuurliefhebbers trok de ecoloog een dag lang door de natuur van de Albranswaard. Niet alleen deze libellen stelden mee. Ook deze eenvoudige strontvlieg kwam op de lijst. Waar overigens ook dit simpele slakje op staat. Nee, inderdaad. Op die dag telt alles mee. Dus je hebt bijvoorbeeld voor grassen heb je vele tientallen verschillende soorten. En nou zal niet alles hierop te vinden zijn. Maar je probeert wel inderdaad zoveel mogelijk eruit te halen. We zien daar... Molsopen hopen aan de andere kant van het fietspad. Er zit hier een mol? Er zit een mol, dus dat is weer een soort erbij. En zo kom je op 550 uit? Juist, ja. ja alles telt mee die dag. In totaal zijn er 65 nieuwe plant- en diersoorten gevonden. Toch is het lastig om te zeggen dat het goed gaat met de natuur in dit gebied. Ja, het is een momentopname, dus dat is altijd moeilijk te zeggen. Wat uh, in ieder geval wel uh, gebleken is, is dat namelijk uh, de, name de grienden hier langs de Alma's bijzonder soortenrijk zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog veel meer soorten te vinden in de Albranswaard dan wat deze telling heeft opgeleverd. Het zou pas het topje van de ijsberg zijn.